Dag 712. Vandaag komt het belangrijkste nieuws uit de richting van Afdijivka. Hier vinden de grootste ontwikkelingen plaats in het centrale deel van de regio. Zoals gisteren werd vermeld, slaagden Oekraïnse troepen erin om de Russische doorbraak in het zuiden te bedwingen door cruciale posities te heroveren, waardoor ze vuurcontrole konden uitoefenen over de wegen. Op deze manier kunnen zware Russische gemechaniseerde aanvalseenheden de regio niet binnendringen en versterken en moeten de Russen uitsluitend vertrouwen op de kleine aanvoer via de ondergrondse leiding. De Russische bronnen hebben ook verschillende video's vrijgegeven waarin te zien is hoe ze de enclave bevoorraden met behulp van drones. Vanwege de voortdurende Oekraïnse beschietingen en tankaanvallen slaagden de Russen er ook niet in hun situatie te verbeteren. Terwijl de Oekraïners op hun beurt nog steeds niet de ingang van de leiding hebben gevonden, waardoor de Russen voor nu stand kunnen blijven houden. Met de situatie in het zuiden gaande, besloten de Russen om terug te keren naar hun idee om de stad in te sluiten. De gedeeltelijke insluiting van de stad houdt in dat de Russen doorproberen te breken tussen de chemische fabriek en de hoogbouw maar waar het dan werkelijk om gaat is het afsnijden van de Oekraïense bevoorradingsweg die achter de stad loopt. Door deze af te snijden, zullen Oekraïners in het zuidelijke deel van de stad in feite geen verbinding meer hebben met de rest van het front. Afgezien van enkele onverharde zandwegen die door de bosstroken en de velden lopen. De eerste grote poging om deze weg af te snijden vond enkele weken geleden plaats. Toen Russische gepanzerde kolonnes oprukten richting de buitenwijken van de stad. Oekraïnse soldaten van de 110e Gemechaniseerde Brigade hadden toen een video vrijgegeven waarin het verloop van deze aanval te zien is. Volgens de soldaten probeerden de Russen hen op te splitsen in meerdere kleine aanvalsrichtingen. Deze Russische aanvalseenheden werden echter ruim van tevoren opgemerkt door Oekraïnse verkenningsdrones. ...en werden vernietigd voordat ze de Oekraïense posities konden bestormen. Daarna paste de Russen zich aan. Ze stopten met het sturen van tanks en panzervoertuigen en gingen over tot pure infanterieaanvallen. Om verliezen te beperken stuurden de Russen steeds kleine eenheden van twee tot vier man tegelijk... ...om zich te verschuilen en te verzamelen tussen de huizen... Hoewel Russische soldaten klaagden dat Oekraïners zelfs op deze kleine groepen mekten met drones en artillerie, werkte de Russische tactiek wel en breidden ze hun controle uit over het zogenaamde ivushka datja gebied Aangezien de Oekraïners in de bosstrook ten noorden van de steengroeven nu in een gevaarlijke uitstopping terechtkwamen, kregen ze de opdracht om zich terug te trekken. Dit zorgde er mede voor, dat de Russen meer bewegingsvrijheid in het gebied kregen. Dit verminderde de Oekraïense vuurcontrole over de regio en stelde de Russen opnieuw in staat hun infanterie te versterken met gepanzerde gevechtsvoertuigen. Gelocaliseerd beeldmateriaal toont dan ook meerdere Russische voertuigen tussen de vernielde huizen. Helaas voor de Russen maakte de gepanzerde steun weinig verschil en wisten ze weinig nieuwe vooruitgang te boeken. De belangrijkste reden hiervoor ligt voornamelijk in de topografie van de regio. Als we naar de topografische kaart kijken, zien we namelijk dat er een klein dal tussen Afdiivka en het Ivushka-Dacha-gebied is. Steeds als de Russen deze proberen over te steken, staan ze compleet bloot aan Oekraïns vuur, wat leidt tot hoge verliezen en een snelle aftocht. De gelokaliseerde gevechtsbeelden tonen hoeveel Russen hier worden uitgeschakeld door Oekraïnse drones. Ineens braken er gevechten uit in de straten van Afdivka zelf, wat impliceert dat de Russen de Oekraïnse verdediging hadden doorbroken. Russische bronnen melden dat ze tot wel 500 meter waren opgerukt, de spoorwegen hadden bereikt en de Oekraïnse aanvoerwegen hadden afgesneden. Andere bronnen begonnen dit nieuws te herhalen, en sommigen beweerden zelfs dat het hele woongebied was gevallen. Het verste tot waar de Russen op gegeolocaliseerd beeldmateriaal wisten te komen was echter de Sapranova-straat. Een Oekraïense soldaat van het 24e bataljon meldde dat de situatie onder controle was en dat er binnenkort goed nieuws bekend zou worden gemaakt. Zo blijkt uit de recentste updates van enkele uren geleden. Van soldaten ter plaatse dat het Russische bruggenhoofd volledig is geëlimineerd. Een andere soldaat heeft een video geplaatst waarin te zien is hoe ze de straten hebben schoongeveegd en meerdere Russische soldaten gevangen hebben genomen. Deze ogenschijnlijke doorbraak leidde alleen wel tot veel speculaties onder Oekraïense analisten, die zich afvroegen wat er was gebeurd. Gelukkig hebben de Russen zelf hun geheim vrijgegeven. Een Russische bron liet vallen dat de operatie 's nachts werd uitgevoerd' om het risico van dronaanvallen te minimaliseren. En een andere bron deelde dat de Russen een nieuwe technologie gebruikten om onopgemerkt te kunnen gaan. Het lijkt erop dat de Russen kleding hebben gedragen waarmee ze onzichtbaar waren voor warmtecamera's. Oekraïners gebruiken dan ook vooral dit soort warmtecamera's om de contactlijn 's nachts te bewaken. Nu is het aan de Oekraïners om zich snel aan te passen aan deze situatie en de nacht terug te nemen met nachtzicht, warmtecamera's en bewegingssensoren. Deze middelen bestaan allemaal en zijn beschikbaar. Het is nu alleen nog een kwestie van kwantiteit en correct implementeren. Gisteren heb ik een speciale video uitgebracht met een uitgebreid strategisch overzicht van alle fronten. Op veelvoudig verzoek heb ik deze eerste analyse beschikbaar gemaakt voor iedereen die twijfelt. Bekijk hem nu gratis en als u meer wilt zien, wordt dan kanaallid door te klikken op de link in de beschrijving. Dit kan al vanaf 5 euro per maand en krijgt toegang tot wekelijkse strategische analyses en meer. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer en deel dit kanaal voor meer updates uit Oekraïne en ik zie je in het volgende rapport.